luisteren. Hij is zo met. Jij mag de linker pakken, de linker stoel. Jij mag de linker stoel pakken. Noem maar links. Zal ik een kort voorstel wat je doen, Gerry? Goedemiddag, welkom bij de presentatie van onze nieuwe speler Doan van Hout. Naast Doan zit technisch manager Gerry Holstra en aan de rechterzijde hier ook een tolk die vandaag zou helpen bij deze presentatie. Ik ga eerst even doorgeven aan de technisch manager Gerry Holstra over de tot standkoming van deze transfer. Nadat Gerry zijn woordje gedaan, zal dat eerst vertaald worden naar het Vietnamees. Vervolgens zal Doan een woordje doen in het Vietnamees en dat zal vertaald worden naar het Nederlands. Ja, dat is heel erg. Kan niet. Goed, welkom allemaal. Hartelijk welkom aan iedereen en vooral aan Doan. Ik denk dat het een unieke gebeurtenis is. Behalve dat het de eerste Vietnamese hier bij Sport van Heerenveen is. Dus dat de eerste Vietnamese speler in Nederland. Dus ik denk een unieke en bijzondere gebeurtenis. Yes. Ja? Dat is echt goed eens, jongens. zoals van de week ook zei, niet de kans. We weten allemaal dat linker centraal verdediger en vooral linker vleugelverdediger. En dat is in eerste instantie dat die niet zo dat die sporadisch zijn. En dat zoekt eigenlijk de hele wereld na. En toen we via een tipgever Doan in de picture kregen, hebben we daar uitvoerig naar gekeken. Je zult ook weten dat we niet elke week in Vietnam op de tribune zitten. Maar we hebben veel beelden gekeken, we werken met data, we hebben veel informatie ingewonnen. En uiteindelijk vonden we dan een hele goede speler. Alleen u weet ook dat het een niet-Europees salaris is, dus vandaar in eerste instantie niet haalbaar. Maar ik denk dat de grote complimenten naar onze commerciële afdeling, en zeker naar Martin Koolman, die naar Vietnam is geweest en hier een mooie deal voor ons heeft uitgesleept. En in dat opzicht zijn we hartstikke blij dat Doan hier vandaag zit. Dạ, và em là Đào Kinh Trái, center hậu vệ chính, là nghe rất là nhiều về em, xem những cái chương trình của em đã nó bị đội đang rất cần phía cánh trái nên mời em về. Behalve dat, we weten allemaal van Doan dat hij international is, linker vleugelverdediger, en dat zal ook zijn eerste positie zijn. Een goede verdediger, agressief, fel. Shoot duel niet. Daarnaast in balbezit ook rustig. Goede inspelpaas. En wat ook zeker voor verdediger wel heel handig is, dat er goede kopper is. Dus alles een welkome versterking voor onze selectie. En hartstikke blij dat je hier bent. Gefeliciteerd en welkom. Ja. Altijd worden verdoofd als je ja, en nooit. Bij hem nooit. En nooit. Ik ben zo een boeie erin. Ik ben hem daar nog in. Nooit ook weer. Đầu tiên tôi xin chào tất cả mọi người có mặt tại buổi họp báo ra mắt câu lạc bộ của tôi ngày hôm nay. Eerst of all, hij wou graag groeten aan de fan en fan van Heerenveen is. Hij is hartstikke blij met de voetbal in Heerenveen. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà mình có mặt tại đây và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và tôi sẽ coi đây là bước tiến của sự nghiệp của mình và tôi sẽ cố gắng hết mình và tôi sẽ cố gắng tập luyện và tôi sẽ cố gắng tập luyện và học hỏi từ các đồng đội của mình và tôi sẽ lắng nghe những gì tốt nhất từ huấn luyện viên và tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho câu lạc bộ và mong rằng câu lạc bộ sẽ luôn mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ câu lạc bộ và cũng như ủng hộ cho cá nhân tôi. Hai hartelijk blij met de spelen in Heerenveen. Hai wil graag voetbal spelen. Hai wil hier groeien, leren en samen met club verder te gaan, helpen en leren. Graag hij. Tôi đang nghĩ đến cái cảm giác mà khi mà mình được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, đó là niềm vinh hạnh.
của cá nhân tôi và cũng như gia đình của tôi. Tôi nghĩ là ở Việt Nam, các người dân Việt Nam cũng như gia đình tôi, bố mẹ tôi sẽ luôn luôn tự hào về tôi và tôi sẽ cố gắng hết mình, không để mọi người thất vọng. I will graag hier spelen voor die fan van Leland, ook in Friesland en heel veel fan van hem in Vietnam, omdat hij zeg maar eerste jongen spelen in Leland is en tweede jongen is in Europa zeg maar, eerste andere jongen is spelen in België of zo, maar hij zou die fan niet blij maken, bedoel ik. Ja. Tôi muốn mọi người trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn và biết đến các cầu thủ Việt Nam nhiều hơn và tôi mong là nền văn hóa Việt Nam sẽ được mọi người trên thế giới biết đến nhiều hơn và tôi muốn mọi người luôn luôn ở Việt Nam luôn luôn welcome tất cả mọi người, luôn luôn chào đón tất cả mọi người đến với Việt Nam. Hai vào khác luôn bring đi Vietnamese culture là last con đi về ở xin là hier men sẽ in Đài Loan tennis market mit Vietnamese football and when not to do. Tôi sẽ cố gắng và tận hưởng cuộc sống tại đây. Hai cái nít thành phần ốp để hết một mẹn. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Okay. Okay. Yeah. 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 Ja, en de naam goed leesbaar is goed. Ja, oké, komt ie aan, hè? Ja, is goed. Mannen, in de camera blijven kijken. Maar. Yes. De laatste keer even hierheen. Ja, Harry, je kan dit niet blij. Super, dankjewel. Niks tegen nieuws. Ja. Ja? Ja. Dan is er nu ook de gelegenheid om zo meteen individuele vragen te stellen. Noah, met de translator erbij natuurlijk. Ook aan de technische manager Gerry Hamstra. En met de schrijvende pers gaan we straks nog even zitten aan tafel. Dus we willen eerst gaan vragen aan de tv-ploeg of die de eerste interview gaat. Ja? Lastig voor tv is het lastig. Ja, dan moet je het voorstellen. De eerste schrijvende pers. First the newspapers, after that daarna zie je de tv. Ja, dat is best wel lastig om zo'n verhaal. Dan moet je echt woord voor woord. Ja. Of we moeten afspreken dat je één dingetje zegt. Ik vind het fantastisch om Ja, juist hier waarin hebben we het.